een terugkeerder in de persoon van Amin Younes. En dit Johnson, die het vanavond vanaf de rechterkant mag doen, legt hem terug. Wie kan ervan profiteren? Dat moet via dit schot gebeuren van Fleming. Die bal wordt eruit gehaald en nu Younes. We zijn terug bij Orejuela. Die natuurlijk met de komst van Christensen extra concurrentie heeft gekregen op die rechtsbackpositie. Daar gaat Johnson weer. En hier komt een goede mogelijkheid opnieuw voor Fleming. Zesde minuut. Voorlopig is het tegenhouden voor Helmond Sport. Mooie actie. Younes. 1-0. Jonge Ajax, ja. Adel verplicht. En dat beseft de Duitser in de 22e minuut. Dan moet je dat natuurlijk ingetogen vieren, zo hoort dat. Want je vindt jezelf natuurlijk toch de grootste van het spul, hoewel je de kleinste bent. Maar deze zit er prima in. En staat jonge Ajax met 1-0 voor. Het idee was geweldig. De bal over de hele breedte van het veld. Maar de uitvoering is beroerd en kan leiden tot een kans voor Helmond Sport met Boerdoeks en een slim hakballetje. Paniek even achterin bij Ajax. Thomassen die er in eerste instantie niet bij kan. En uiteindelijk verdwijnt die bal voorlangs omdat hij geraakt wordt. Het schot komt van Edwards. Nog door een verdediger van Ajax. Heiting vastgepakt. Krijgt voordeel. Hoe lang? Tot hij de bal keurig teruglegt bij Younes, die daar makkelijk langs loopt. Younes met wat geluk. Younes schitterend. Komt 0-2 aan. Tot 2-0 moet ik zeggen. Nee, moet Johnson het dat doen? Die knalt over. Wat een geweldige solo van Amin Younes. Hier en daar met een klein gelukje krijgt hij de bal mee. En eigenlijk op het punt om 2-0 te maken gaat het mis. Boerdoeks. Te kort. Overname Ajax. Eiting. Dat lijkt op een overtreding. Sterker nog, dat is een overtreding. En dat levert Helmond Sport een vrije trap op. Benieuwd wat Ruperti nog te melden heeft. Een klein duel. Daar wil hij even als vredestichter optreden. Dat moet dan dit duel zijn met Fekunda die er hard ingaat op Johnson, die hem dan vrij origineel onderuit haalt. En de man van de enige goal tot nu toe, Amin Younes, maakt plaats voor Victor Jensen. Ajax aanval met Cachera. Komt Jan inschieten toe? Zo niet. Krijgt hij de bal bij een medespeler? Dat lukt. En dan is Van Gastel in eerste instantie de grote staar in de weg. Bij dit stevige schot van Fleming. Hier gaat Cachera. Die gaat 2-0 maken voor Ajax. Jazeker. Nee. Wat een enorme mogelijkheid. Ik vrees dat hij een grotere kans dan deze vanavond niet krijgt. Bijleveld. Versneld. Heeft een geweldig schot. En een schitterende redding van Van Gastel. Indraaiende hoekschop. Die kan erbij. Bersma. Bal van de doellijn gehaald. Hier gaat hij. Bijna is het 2-0. Keiting. Johnson. Bijleveld. Bijleveld. Nu dan. Ja hoor, 2-0. De invallers nemen de tweede voor hun rekening. Jensen scoort. Na een goede assist van Bijleveld. Zo zijn twee van de drie invallers bij deze treffer betrokken. En is de derde als eerste onderweg om die twee te gaan feliciteren. Zo wordt hij wel aangenomen door Bijleveld. Zo loopt hij er langs bij Fekunda. Hij legt goed terug en een goede controle bij Jensen. Waardoor de bal in één keer goed ligt in de schietrichting. Heel handig gedaan. Binnenkant voet en vervolgens gepunterd. Ajax mag 3 punten bijcijferen. Passeert NEC op de ranglijst. Doet dat na treffers van Younes en Jensen. En
wint uiteindelijk verdiend dit duel van Helmond Sport.